Hoe val je in slaap? Hoe begint je dag? Open je je ogen met een traan of met een lach? En kijk je om je heen en zie je dan de zon? Of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond? En leef je voor geluk of sterf je van verdriet? En voelt dat als een keuze of heb jij die keuze niet? Het maakt niet echt iets uit of dat de waarheid is of niet. Het is hoe jij. Dori Leenders Pansier. Dori, jij hebt een boek geschreven. Het boek gaat over kanker. De diagnose kanker krijgen is een hele ingrijpende levensgebeurtenis. Wat gaat er allemaal zo door je heen? Zo? Want je bent zelf ook leefstijlcoach, onder andere. Ja, je kunt beter vragen, wat gaat er niet door je heen? Eerst plaats ongeloof, boosheid. Boos op mijn lijf, want ik zorgde goed voor mijn lijf, dacht ik. Twijfel, verdriet, angst, er gaat van alles door je heen. Zo'n ingrijpende diagnose of eigenlijk zo'n ingrijpend bericht, dat onderga je niet alleen, hè? Als je een gezin hebt en familie, die hebben daar ook mee te maken. Hoe was dat voor jou persoonlijk met je eigen gezin? Tweeledig. Ik moet zeggen, mijn man en mijn dochter, die verpleegkundige is, waren bij het onderzoek, het eerste onderzoek van mij. En daar kreeg ik meteen na afloop de diagnose te horen. Eén kind van ons was thuis, dus die zei van heel nuchter van, goh mam, hoe was het? Ik zei, nou, niet best. Ja, hoezo niet best? Dus toen heb ik een beetje met horten en stoten hem mijn verhaal verteld. En dan val je elkaar in de armen en huil je en is er veel ongeloof. En dan zit er nog een zoon in Amsterdam die je moet bellen. Die helemaal niet weet dat zijn moeder naar het ziekenhuis is geweest. En dan gaat er een medische trein lopen. En ik wist niet of we wel in die trein wilden gaan zitten. Met dat wat ik voorgesteld kreeg aan behandelplannen. Nou zijn de traditionele behandelplannen heel vaak bestraling, een chemokuur. Als het mogelijk is, wordt er ook operatief ingegrepen. Hoe heb jij dat aangepakt? Mijn diagnose was, bij niks doen had ik misschien nog een half jaar tot max 9 maanden te leven. Dus daar ging ik niet voor. Chemo, bestraling was 5 weken, dagelijks, behalve de weekenden. Dan had ik 5 weken rust en een operatie met een blijvende stoma. Nou, vooral dat laatste, daar zat ik echt niet op te wachten. Ik heb heel veel boeken gekocht, heel veel documentatie opgevraagd, collega's ingeschakeld. En na 3 maanden kwam ik er eigenlijk achter en 3 verschillende ziekenhuizen bezocht te hebben, dat ik er niet omheen kon. Dus ik ben uiteindelijk in december, eind november, begin december 2015 begonnen met chemo en bestralingen. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis toe te gaan. Want daar hadden ze een iets ander beleid in het ziekenhuis. Daar hadden ze 10 weken rust na de behandelingen voordat er een operatie plaats zou vinden. Dus ik denk, nou, dan heeft mijn lichaam 2 keer zo lang de tijd om te kunnen herstellen. Dus vandaar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Maar ja, dan komt de dag waarop je te horen krijgt, is die tumor inderdaad weg en is die operatie ja of niet nodig? Nou, ik had gehoopt van niet, maar die was dus wel nodig, want er zat nog 30% van de tumor. Ja, en toen ben ik alleen verder gegaan met de natuurgeneeskundige kant, veel aan meditatie gedaan, veel aan yoga gedaan. Want ik dacht, dit moet mijn lijf voor de rest zelf op kunnen lossen. En is dat gelukt, Dori? Je bent nou 3 jaar verder, hè, na de allereerste diagnose. Ja. Ik kan zeggen dat het gelukt is, ja. Ik heb, even kijken, vorig jaar juli heb ik het eerste inwendig onderzoek gehad. En daarop was in de darm geen tumor meer te vinden. Begin dit jaar is er weer een onderzoek gedaan. En dan zag men nog wel een klein beetje littekenweefsel. Daar zijn biopten uitgenomen en die biopten die zijn schoon. Dus er is niks meer te vinden.
Wat een ongelooflijk prachtig mooi verhaal, Dori. Blijf je toch niet altijd stiekem met een beetje angst zitten? Of voel je je zodanig letterlijk, lichamelijk en geestelijk opgeruimd dat dit je niet deert? Tweeledig. Ik sta er heel goed in en ik ben ook niet angstig. Maar ik zal je vertellen, toen de biopten genomen werden, zou ik de uitslag na een week krijgen. Nou, naarmate die datum dichterbij kwam, kriebelde toch wel, was toch wel een beetje angst. Nou, zeker toen na die week de diagnose niet kwam. De uitslag was er niet, was een week vertraagd. En toen heb ik 2 weken op de uitslag moeten wachten en toen was ik toch wel een beetje zenuwachtig. Maar ja, van nature heb ik zoiets van, weet je, dit heeft mijn lichaam opgelost. Ik ga vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Nou heb jij eigenlijk het laatste stuk helemaal persoonlijk overwonnen, hè? Zonder zo'n ingrijpende operatie. Ik las ook ergens dat je niet zomaar mensen gaat adviseren. Probeer het zelf op te lossen, want dat is niet de verstandige weg. Want ik denk, 1 op de 3 mensen krijgt in Nederland tegenwoordig met kanker te maken. Dus het komt vreselijk dichtbij bij ons allemaal. Wat is een van die belangrijke inzichten waar je van denkt, nou, daar hebben we allemaal wat aan. En ga daarna gewoon vooral mijn boek lezen. Mag ik er 2 geven? Natuurlijk. Eerst het belangrijkste is, ga altijd voor een second opinion. Altijd. Ieder ziekenhuis heeft een eigen protocol. Ik weet niet of mensen gisteren televisie hebben gekeken, maar er was dus ook een programma waarin een mevrouw aan het woord was met borstkanker. Dit hoor ik in mijn praktijk ook heel vaak. Had ik het achteraf geweten, had ik het anders gedaan. En ik zeg, ja, wil dan vooraf alles weten en ga zeker voor een second opinion. En het tweede stukje wat ik meer wil geven is, ban suikers uit je voeding. Want suiker, daar groeit een tumor op. Dus minder koolhydraten, minder pasta's, minder brood, geen toegevoegde suikers. Ga echt even je lichaam rust geven. Dori, dank je wel. We zijn heel benieuwd naar je presentatie. En vooral dank je wel voor het interview. En heel inspirerend. Ja.